De zaterdag voor Pasen. Ik ben eens de nieuwe passage ingelopen. Natasja, wat gebeurt er vanmiddag? Ja, vanmiddag gaan wij hier kindjes ontvangen namens Passage Schiedam. En natuurlijk namens de winkeliersvereniging. En wij bieden de kindjes een knutselactiviteit aan. Paasmaskers maken. En dat mogen ze helemaal naar eigen invulling en creativiteit gaan doen. En wij gaan hun daar natuurlijk een beetje bij helpen. Is dat nou een activiteit waarvan je zegt van daar lopen de mensen nog warm voor? Jawel, het is heel leuk om te zien dat mensen toch iets willen maken nog voor de Pasen. En ze hebben natuurlijk waarschijnlijk op school al leuke dingetjes gedaan. Maar dit is dan toch nog even net voordat het morgen Pasen is een dingetje wat ze kunnen doen. Wat is nog meer interessant behalve de haasjes en de eitjes? Voor deze kindjes dat ze na afloop een chocolade-eitje mogen snoepen. Buiten dit paasgebeuren, Natasja, doe je ook nog andere activiteiten. Hoe lastig is dat tegenwoordig? Nou, dat is best altijd wel even zoeken. Omdat we natuurlijk met heel veel mensen in onze mooie samenleving met elkaar moeten werken en ons met elkaar moeten verbinden. Dus we proberen daar echt voor iedereen onze weg in te vinden. En dat lukt heel goed. En onze eerstkomende activiteit is Moederdag. Nou ja, dat is natuurlijk voor heel veel kindjes een speciaal moment om iets te maken voor hun lieve mama of verzorgmoeder of oma. Wanneer is nou voor kinderen zo'n activiteit geslaagd? Hoe meet jij dat? Ja, meestal aan het enthousiasme van de kindjes. Het gaat hem niet altijd om de kwantiteit, maar soms ook echt om de kwaliteit. Dat we hier in aandacht met kindjes bezig zijn. En dat kindjes blij en verrast de passage verlaten.